Wat zegt de Bijbel over vriendschap met mensen die met geloof en God niet te maken willen hebben en hun leven invullen met keuzes die tegen zijn wet ingaan? Ik moet denken aan wat Paulus schrijft volgens mij in Efeze 4. Dan beschrijft hij ook zeg maar, wat in de wereld te vinden is. Laster, vermaak, de vreugde niet die naar God is. En dan schrijft Paulus op een gegeven moment in Efeze. En in Efeze was echt ook van alles te kopen. Echt een wereldstad in die tijd ook. Er werden jaarlijks ook wijnfeesten gehouden. Als de wijnoogst binnen was, dan... Paulus zegt ook, wordt niet dronken in de wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Maar dan schrijft hij ook in Efeze 4, en wees hun metgezellen niet. Zo vertaalt de Statenvertaling dan, dat woordje metgezellen. Maar eigenlijk ook, wees hun vrienden niet, doe niet mee. Johannes die schrijft ook in 1 Johannes 2, heb de wereld niet lief. Dat wil ook wel echt zeggen, doe niet mee aan het vermaak van de wereld. Ga er niet in op. Tegelijk denk ik wel dat het heel belangrijk is dat wij wel in de omgang met mensen toch proberen goede verhoudingen te hebben. Zodanig dat je bijna kunt spreken toch al van vriendschappelijkheid. Hè? Met collega's, uw bescheidenheid zijn bekend. Wees vriendelijk, zachtmoedig ook. Wees er ook voor mensen die niet geloven. Ja, juist wel. Ik schiet zo in mijn gedachten naar Bill Qureshi. Is een man in Amerika, een moslim, die tot geloof kwam. Juist ook door vriendschap met een student die hij zag lezen in de Bijbel. En hij was zelf echt groot voorstander van het lezen van de Koran. Hij zegt, ik was echt moslim en ik ging ervoor. En ik zag een medestudent, geneeskunde, die zag ik lezen in de Bijbel. Ik dacht van, nou, dat vind ik mooi. Ik ga met die jongen een gesprek aan en vriendschap. En ik ga hem overtuigen van de juistheid van de Koran. En dat de Bijbel eigenlijk een... Ja, zo noemde hij het, een corrupt boek is, vervalst. Ontstond vriendschap, want die student geneeskunde die in het woord las, ja, die waardeerde dat ook, die belangstelling. En er ontstond een goede verhouding tussen beiden. Maar wat gebeurde? De Heer die zegende die gesprekken. En die jongen die ging inzien naar Bill Qureshi, hij is een paar jaar geleden overleden, op 33-jarige leeftijd, die raakte doordrongen van de onjuistheid van de Koran. Maar die zei van, de Bijbel, wat een wonderlijk boek eigenlijk. Dat gaat over Jezus in de Koran Isa. Maar hij ging meer en meer ook inzien dat om behouden te worden, we aangewezen zijn op genade, niet op wat wij doen voor God, maar op wat de Heere doet in zijn Zoon Christus Jezus, voor ons. En de Heer heeft het gezegend, die gesprekken, en hij is tot geloof gekomen. Heeft de Heer gedaan, zo wonderlijk. Maar wat zei Nabil Qureshi, die ging in debatten ook met grote moslimgeleerden, imams, ook op universiteiten, gingen ze met elkaar in gesprek. Hij riep de mensen op, heb moslims lief, heb ze lief, heb ze van harte lief, tuurlijk. Het zijn mensen geschapen door God, beelddragers van God. Hij zegt, ik ben door Gods genade bekeerd. Hij zegt, dat gun ik alle anderen. Die ook geloven in de Koran. Nou zeg ik heel veel, maar iets toch wel over dat het belangrijk is om wel op een goede manier om te gaan met mensen die een hele andere levensstijl hebben, een wereldse levensstijl, los van het woord van de Heer. Dat je niet meegaat in wat zij doen, wat tegen het woord ingaat, maar dat je wel probeert goede verhoudingen te hebben.